Maar hoe werkt dat dan in de realiteit? Op je werk heb je voor geloof soms echt geen tijd. De targets, klussen en de mail, ja die vragen soms zoveel. Of durf je niet gewoon uit verlegenheid? Bij Workaholie staan die vragen dus centraal. Samen zoeken naar een geloofwaardig verhaal. Deel zijn van een koninkrijk, concreet gemaakt in de praktijk. Workaholie zijn, dat is ons ideaal. Het is dus workaholie en dan rijst toch de vraag. Gaat alles morgen gewoon door? Of verandert alles na vandaag? Wie is dan onze gids? Wie helpt ons uit de nood? Nou, dat is straks Benna Paul. En nu eerst Dorina Nauta de Groot. Het gaat alsof God niet geïnteresseerd is in de seculiere wereld, zoals we dat wel eens noemen. Er lijkt een enorme kloof te zijn ontstaan tussen God, geloof en werk. Maar zou je het ook kunnen zien als missie? Zou je het ook kunnen zien, niet per se alleen als evangelisatie, maar als datgene wat je kunt doen om goed te doen en daarmee God te eren? Zo zijn wij deel, met onze eigen rol daarin, deel van dat grote verhaal van God. Niet onze missie, niet onze leuke taken, niet ons mooie beroep, maar onderdeel van het verhaal van God met deze wereld. En wat ik een mooi voorbeeld vind in de Bijbel over iemand die zijn geloof en zijn werk volledig integreert, is Jozef. En nu denk je misschien Jozef, zo had ik nog nooit naar Jozef gekeken. Maar het is iemand die zich beweegt tussen de familiekring, dus zijn broers waar hij mee te maken heeft, zijn vader waar hij mee te maken heeft. En aan de andere kant de publieke sfeer van hoge regeringskringen, van uiteindelijk op een positie zitten waar hij een van de grootste leiders van het land Egypte is geworden. God gebruikt Jozef zijn werk om een groot volk te redden. En weet je wat ik dan het mooie vind? Als we kijken met wat voor groep we hier zijn, dat God dan op al die verschillende plekken in de samenleving vertegenwoordigd wordt. En als ik dan denk aan de rol van de kerk daarin, dan droom ik dat we met elkaar een kerk zijn waarin professionals zich gemotiveerd mogen weten. Waarin ondernemers, ambtenaren en al die verschillende beroepen zich gestimuleerd weten door de kerk om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God op de plek waar ze leven en bewegen. Op de plek waar ze werken. Want daardoorheen bouwt God zijn Koninkrijk. Dankjewel. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? We hebben een prachtig praktijkvoorbeeld. Ja, in huis, alsof dit ons huis is. Wij zijn in het huis van een misschien wel mooi praktijkvoorbeeld. Ik wil graag de vloer geven aan Bernard Paul Hakkenberg. Hij is commercieel directeur van AVA Software. En hoe werkt dat hier? Trouwens, in de voorbereiding op deze presentatie, toen kwam ik er weer achter. Oh ja, wacht even. Christen op je werk, dat is iets anders dan christelijk werk of werken bij een christelijk bedrijf. Wij willen graag onze collega's, onze klanten, onze medewerkers inspireren tot de vraag: hey, van wie ben jij er een? Wie werkt hier bij een bedrijf waar ze de klanten centraal stellen? Ja, nu durft niemand in zijn hand te steken, want jullie denken, hij gaat wat anders zeggen. Dat is namelijk de klanten centraal. Nee, wij zeggen, stel je medewerkers centraal. Stop alle liefde die je hebt in je medewerkers. Want als je dat doet, dan gaan zij de liefde in hun klanten stoppen. Als je hier komt werken, moet je de belofte afleggen van eet, of de eet op de belofte, liever eet natuurlijk, waarin je zegt, ik beloof trouw aan AVAS, ik stel de klanten centraal, daarna AVAS en daarna mezelf. En als ik iets doe wat goed is voor een klant, wat goed is voor het bedrijf en goed is voor mezelf, dan is het goed. En dat heeft ook geleid tot zeg maar twee soorten AVAS-bedrijven. Als u ons kent, dan zult u ons kennen van het linker verhaaltje. AVAS Software. En wij hebben als slogan, wij inspireren beter ondernemen. Maar aan de andere kant hebben wij een foundation. En die heeft de slogan, AVAS inspireert beter doen. Het beter doen, dat is ons achterliggende doel. Maar we beginnen gewoon beter ondernemen. Dus toen ik in de directie kwam, toen kregen we zo'n keer gesprek over dat bidden. Dat noemen wij bij AVAS dan inloggen, omdat we met computers werken. Dan log je in, dus maak ik altijd een flauw grapje over. Maar toen vroeg hij aan mij, wat bid je dan eigenlijk? Wat doe je dan eigenlijk? Nou, dan kregen we een gesprek over. En zei hij, maar bid jij voor mij? Nou ja, natuurlijk bid ik voor jou. Weet je, wij doen natuurlijk goed als christenen, vinden we heel belangrijk. Maar we hebben nog een gedeelte in dat bedrijf die er helemaal niets van snapt. Dus hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Toen hebben wij bedacht, weet je, we gaan goed doen, hè? Want dat roepen wij. Wij doen goed. Je moet goed doen. Dus iedere afdeling bij AVAS moet ieder jaar verplicht, ik heb het er niet op gezet, ik heb verplicht weggehaald, maar het is wel zo, een dagje meedraaien met present. En vanaf volgend jaar gaat ieder team hier één dag per jaar met Stichting Tot Heldersvols helpen, met drugsverslaafde prostituees, alles.
En wat nou het aardige was, of het mooie, of het fantastische... er was helemaal niemand in de zaal van... ja, maar dat is hartstikke christelijk, dat gaan wij niet doen. Er ging hier gejuich en applaus op. De mensen waren helemaal... oh, dat we dat mogen doen. En dat is geloven bij AFAS. Zo zou ik het willen doen. He, dus niet leren noten lezen, maar muziek maken met mijn collega's... met mijn klanten, met mijn relaties. Goddelijke muziek maken, waardoor ze aan mij de vraag zullen stellen... wie ben je er? Van wie ben jij er een? We hebben heel veel gehoord. Vanuit theologisch oogpunt, vanuit de praktijk. En we gaan eigenlijk doorakkeren. Wat betekent dat in de praktijk? Doen we aan de hand van een aantal stellingen. Het is belangrijk dat mijn collega's weten dat ik christen ben. Nou, geldt dat voor jouw organisatie natuurlijk helemaal niet. Want we zijn alleen maar christenen. Nee, mijn collega's, daar hebben we voor gekozen dat de collega's christenen zijn. Maar we hebben nu net vandaag... iemand aangenomen die niet christen is. Een heiden. Een heiden heb je. Een heiden heb ik. Heel goed. Maar hij sympathiseert wel. Ja, hij sympathiseert. Ja, ja, die heb je ook. Dorina, we hebben hier een beetje de pech... dat er in ieder geval drie van de paneleden... in een uitgesproken christelijke omgeving werken. Bij die opticien dan. Ja. Was het... Ja. Elke keer als iemand dan kwam voor zo'n bril... dat jij dan zo'n bijbeltje van die hele kleine letter... Nee. Zit je ergens aan te denken bij als het hierover gaat? Ja, ik noem dat omgekeerd verkopen. Okay. Dat werkt op twee manieren, zowel qua evangelisatie als echt verkopen. Precies. Ik kan jou uitleggen, Tim, waarom het echt heel erg goed is om te geloven. Wat de voordelen daarvan zijn. Net zoals dat ik dat met een product kan doen. Maar dan ga ik jou overtuigen en dan ga ik winnen op punten. Maar dan win ik, dan verlies jij. Ja. Dus ik geloof in omgekeerd verkopen... waarin ik uiteindelijk probeer een voorbeeld te zijn... of jouw collega te zijn, of als mensen zijn... waardoor jij aan mij gaat vragen... Bebé, ik wil het als ik meer... hoe zit dat dan precies? Het evangelie hoef je niet met woorden te delen. Dat, dat is dan meer jouw stelling, dit. Ja. Dus jij hoopt zo'n lopend evangelie te zijn... dat mensen gaan vragen van wie ben jij daarin? Ja. Dat is eigenlijk jouw... Ja. Nou, heb ik een keer een ik weet ook niet zoveel als Dorina, dus dat is het probleem. Nee, precies. Ja. Val je meteen door de mand. Ja, val meteen door de mand. Waar staat dat dan? Arco, jij hebt last van deze stelling, of niet? Ja. Ja, toch? Ik krijg hier zo'n donutgevoel bij. Een donutgevoel? Ik heb liever een Berliner bol, hè, waar het lekkerste in het midden zit. Oké. En dat is een beetje het evangelie. Want als je, een donut is een evangelie brengen zonder woorden. En op een gegeven moment moeten er wel eens een keer woorden bij komen. Ja. En dan maak je het ook heel mooi. Dus het is beide. Je doet goed. En op de juiste momenten komen die vragen wel van wie ben jij er een? Ja, en dan ga je het met woorden zeggen. Dus het kan niet zonder. Ja. Dus niet ik die zo nodig een goed verhaal moet hebben. Nee. Maar uiteindelijk gaat het erom... kunnen wij, hè, in het Engels wordt het zo mooi gezegd... to reveal Jesus. Hè? Ja. Kunnen wij op een of andere manier... door hoe wij zelf zijn... door Gods ingrijpen in het mensleven... Jezus onthullen aan mensen. Je leven wordt kortom een bounty-achtig paradijs. Dankzij workaholy. En de zegen blijft maar stromen. En het is altijd prijs. Dankzij workaholy. Maar valt het toch wat tegen? En ga je keihard op je rug? Nou, dan kom je volgend jaar gewoon hier bij AFAS weer terug. Want volgend jaar is het weer dankzij workaholy. Komt het allemaal voor elkaar? Ja, dankzij workaholy heeft niemand meer bezwaar. Dankzij workaholy wordt niemand afgedankt. Daarom zeggen wij, hey Intersurf. Wij blijven bij het geloof van onze vaderen. Christelijk bloed stroomt ons door de aderen. In woord en ook in daad laat je zien waar het voor staat. Zodat iedereen het met dat mijn merkt. Ik vind het heel bijzonder dat Intersurf nu die stap maakt naar werk in Nederland. Want het inspireert weer van, hey, hoe sta ik in het leven en hoe wil ik Jezus zichtbaar maken in mijn eigen leven? Bij mijn werk is het inderdaad heel erg zaadjes planten en gewoon dat mensen iets kunnen zien van Jezus in mij. Dat hoop ik. Ja, sowieso vond ik het een interessante avond in de zin van, ja, je hoort dingen eigenlijk, je bent er eigenlijk altijd wel mee bezig. En nu sta je erbij stil van, ja, hoe ga ik dat zelf handen en voeten geven? Hè? Dus genoeg stof tot nadenken eigenlijk. Het was heel mooi. Ik heb...
Ik vind de combinatie heel mooi. Dus eerst de theoloog antwoord met het theoretisch verhaal. En daarna de praktijk van AFAS. Dat trekt me altijd wel. Ik moet zeggen, met name het praktische deel. Ja, ik vond vooral het vrolijke vanavond heel bijzonder. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Mijn perceptie was wat meer formeel. Gewoon ervaringen delen. Maar ik vond het heel ontspannen. Heel vrolijk. En ja, gewoon geweldig om erbij te zijn. En Workaholy, zegt dat nou al iets voor u? Ja, het begint wel vorm te krijgen. Ja, en... Tim Zinkt was geweldig. Het verhaal van Dorina was goed doorwrocht met bijbelteksten. En een mooi inspirerend hier verhaal van hoe geloven werkt bij AFAS. Ik werk in een bedrijf zeg maar, waar ik de enige christen ben. Dus ik vond het interessant hoe dit onderwerp dan ook van toepassing kan zijn binnen mijn werk. Ja? Dus vandaar dat ik ook kwam.